Oorlog, nog over de gluurbus, maar we gaan eerst naar de dag van vandaag. En dat is de dag dat steeds meer Nederlanders vinden dat er een wet moet komen voor ouderen met een voltooid leven. Uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde blijkt dat 71% vindt dat dit moet kunnen en bij wet geregeld moet worden. Op de Skype hebben we nu voorzitter van die vereniging, Francine van ter Beek. Goedemorgen. 71% dus van de Nederlanders vindt dat er zo'n wet moet komen. En dat is een flinke stijging ten opzichte van de vorige keer dat jullie die peiling hielden. Waarom denken jullie dat die steun voor die wet zo is toegenomen? Nou, wij denken dat het bewustzijn rondom het levenseinde groeit. We hebben ontzettend goede gezondheidszorg in Nederland. We worden gemiddeld steeds ouder. Ziektes waar we vroeger dood aan gingen, die worden uitgebannen of die zijn goed behandelbaar. Maar niet iedereen wil zo lang mogelijk leven. Een heleboel mensen vinden de kwaliteit van leven belangrijker. En zeker de nieuwe generatie ouderen, de babyboomers, die is gewend zijn eigen keuzes in het leven te maken. En die willen ze ook als het gaat om de manier waarop ze sterven. Ze willen helemaal niet afhankelijk worden van kinderen of buren of zorgverleners, maar hun eigen poontjes blijven doppen. En dus komen denk ik steeds meer mensen op enig moment tot de conclusie dat het leven genoeg is geweest. Ofwel omdat ze lijden aan het leven, omdat ze levensmoe zijn. Of omdat ze denken, ja, ik heb een mooi leven gehad en mij wacht alleen nog maar verdere aftakeling en verlies. En dat wil ik niet meer meemaken. Nee, jullie zijn hier natuurlijk al wel langer mee bezig. Nu wordt eigenlijk wat jullie al langer zeggen, ja, ondersteund door wat de bevolking dan vindt. Bijna 3/4 dus die vindt dat dat moet kunnen. Wat hoop je dat er met die cijfers gaat gebeuren? Nou, wij vinden het belangrijk dat er een wettelijke regeling komt. We hebben in Nederland een mooie euthanasiewet en die regelt dat als je ziek bent en uitzichtloos en ondraaglijk lijdt, dat je dan een dokter kan vragen om je te helpen sterven. En dat is ook een grote verworvenheid die we 20 jaar hebben in Nederland. Maar mensen die dood willen, maar niet ernstig ziek zijn, die zijn door deze wet niet geholpen. En de NVVE vindt dat er een wet moet komen die regelt dat ook deze mensen hulp moeten kunnen krijgen om op een waardige manier hun leven te beëindigen. En een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat ook. Dankjewel, Francine. We gaan kijken hoe die nieuwe cijfers van jullie landen in Den Haag. Dank voor de toelichting voor nu, Barry Stevens. In een eerder blok zei jij, toen we het hadden over dat je op je 80ste weer op de planken gaat staan, zei je gekscherend, als ik het niet doe, ben ik dood. Ja, ik blijf zeggen dat werken is de grootste en de beste medicijn voor een mens. Als ik dit weer hoor, het wordt allemaal zo gecompliceerd door wetten, dit, regels zo en zo. Maar een mens moet, vind ik, gestuurd worden of psychologisch behandeld worden. Dat werken is eigenlijk het allergezondste. Ja, dat gaat natuurlijk ook om mensen die verdenken. Ja, dat gaat natuurlijk ook om mensen die niet meer kunnen werken. Precies. Om meerdere redenen. Maar mensen kunnen veel meer dan ze denken. Ik weet dat mijn vader, toen mijn moeder is overleden, die deed niets meer. En wat ik ook deed, of welke discussie ik had met hem, probeerde ik hem te motiveren. Maar dat was zo moeizaam. Behoor jij tot de 3/4 van de Nederlanders die zeggen, het zou toch wel makkelijker moeten worden voor mensen voor wie het leven voltooid is, om te zeggen, ik wil hem op. Ja, het woord makkelijker. Het is, je moet het zelf, er is behoorlijk wat werk bij jezelf, hoor. We kunnen alles en iedereen de schuld geven, maar je moet echt bij jezelf gaan zoeken. Dat vind ik. Vandaar dat ik zeg, oké, ik ben nu met 2 toneelproducties bezig en ik wil gewoon werken. Ik wil op het toneel staan. Het is niet makkelijk, ik moet tekst leren. Je moet wel wat voor doen. Maar je kan, ja, je kan ook zeggen, ja, ik ga zo zitten, uit de raam zitten staren. Dat kan ook, maar ik ga het niet doen. We gaan naar nieuws uit de regio. Want vandaag is verslaggever Noël van